Wat ik mee wil geven aan deze groep is dat ze vooral echt door moeten gaan. En ik denk dat we als vrouwen met elkaar zijn we sterker dan we denken. Dus dat ze dat vooral niet vergeten. Het mooiste moment van de afgelopen weken vind ik vooral de eilanden bij elkaar. Het was gewoon één groep en ze hadden lol, ze waren serieus. Je bent hier gewoon met elkaar met hetzelfde belang. En dat is het meisjes- en vrouwenvoetbal natuurlijk helpen ontwikkelen. Maar dan maakt het dus niet uit van welk eiland je komt. Het mooiste moment was voor mij om te zien hoe de meiden groeien, zeg maar, door de week heen, zeg maar. Met trainingen maken, zelf een training voorbereiden, training geven aan de meiden. Ja, dat wordt gewoon steeds beter, dus dat is wel leuk om te zien. Ja, ze lieten zich niet kennen en ze deden gewoon mee en dat was zo mooi om te zien. Daarna wel van pff. Maar ja, ze pakte gewoon door. Ze stopte gewoon niet. En dat is juist het mooie en vooral de groep bij elkaar. Ja, hopen dat dit verder gaat uitbreiden. Ik zou terug willen zien dat er in ieder geval meer meiden gaan voetballen. Dat er misschien wat meer teams zijn. En dat er in ieder geval een competitie is voor de meiden. Dat is wel heel belangrijk. Dat de meisjes de gelegenheid hebben om goed te kunnen trainen. Om vaker te kunnen trainen. En dat de coaches natuurlijk zelf zich ook hebben ontwikkeld. En dat ze het liefst nog bezig zijn ook met in het meisjes- en vrouwenvoetbal.